jaar voor de derde maal wordt bij de Zevenheuvelzee Wezep, moet ik zeggen, de kerstmarkt gehouden. En we hebben het weer mooi mee, er ligt sneeuw, het is gezellig, het is druk. En er is koffie en er is glühwein, dus... Voorwaarden. Dat je me nu even volgt naar de... dit. Luxe koffie. Wat moet ik onder luxe koffie verstaan? Een latte macchiato met een verschillend smaakje erin. Bijvoorbeeld hazelnoot of karamel. En we hebben nu ook de chai latte, dat is met verschillende specerijen. Oh, klinkt dan heel spannend. Ik wil zeggen, verras me maar. Zet me lekkere bak koffie en je ziet zo wel aan mijn gezicht als die lekker is. Oh, met slagroom. Is light, hoop ik, hè? Ja, weet ik niks. Ik ga hem proeven. Hey, Esmee, wat een mooi paard is dat, hè? Ja. Ja, of is dat geen paard? Nee. Nee. Wat dan, schaap? Nee. Nee, wat is het dan? Volgens mij zegt hij ia. Ja. Ja, hè? Dan is het een... hoe is zijn ding nou? Een egel? Een ezel. Ja. Ja, oh, wat goed voor jou, maar ik wist het niet meer. Vind je hem lief? Ja. Ja, hè? Wat heb je uit je kerstzak gehaald? Glow in the dark stickers. Wat, hè? Glow in the dark stickers. Wat is dat? Het zijn stickers die kun je opplakken en die geven dan licht. Ach, jongens. En nog zo'n geel beestje en daar kan je trucjes mee doen. Ik wil dat gele beestje wel eens zien. Waar is dat gele beestje? Oké. Okay. Oh, een magic worm. Oké, okay, spannend. Nou, leuk. Vind je het hier ook leuk? Jawel. Er zijn hier allerlei activiteiten. Hoe gaat het allemaal? Nou, het is ontzettend leuk. De kinderen kunnen echt allerlei activiteiten doen. Ze halen daar achteraan bij het kraampje met het blauwe dak halen ze een strippenkaart. We hebben 3 verschillende soorten strippenkaarten. Eentje waarbij ze een soort van gasterij allerlei activiteiten kunnen doen. Dus bijvoorbeeld de fotobooth, wensboom. De wensboom laat bijvoorbeeld 1 wens aan het einde van de dag in vervulling komen. Namens de gasterij. Ze kunnen cadeautjes trekken. Ze kunnen op een andere strippenkaart kunnen ze met de pony kunnen ze allerlei leuke dingen doen. Borstelen, een rondje erop rijden. Nou ja, noem maar op. Fantastisch leuk. En er wordt ook een voetbalkliniek gehouden door 2 jongens. Die zijn heel erg actief.
En zo kunnen ze allerlei keuzes maken. Dus het valt erg in de smaak. Ja, en is het druk? Ja, het is ontzettend druk. Ja. Weet jij wat voor soort paardenvoer er achter de gaten zit? Wist je dat? Ja. Een Shetland met rastavlechtjes. Leuk. Heb je erop gereden? Nou, was dat mooi? Hoog? Ja. Ja, maar wel heel leuk. Oh, wat modderig. Hi. Ik sta hier bij de jachthoornblazen. Ja, wat gaan die doen? Ja, jachthoornblazen. Ja, dat klopt. We zijn het jachthoornblazen, ja. Ja. Is het een bepaalde tijd van het jaar dat jullie dit doen of gebeurt dat door het hele jaar heen? Wij blazen het hele jaar door jachthoorn. Alleen we proberen ook rond deze tijd een klein beetje de kerstfeer ook een beetje mee te brengen met de jachthoorn. Oorsprong is het een begeleidingsinstrument voor de jacht. Ja? En wij blazen dus een vertrek, een aankomst en na die tijd eigenlijk de laatste eer aan de jacht van, ook van de dieren. Zo. Een hele uitgebreide kraam. Is het allemaal van jullie? Horen jullie al bij elkaar? Want ik zie hier leer, ik zie hier heel lekkere cupcakes, ik zie hier... Vertel eens even, wat is het? Ja, we zijn familie. Dat is mijn moeder, mijn zus en ik ben Roos. Ja? En wij maken heel graag dingen zelf. Dus ik bak heel vaak taarten of cupcakes en die verkoop ik hier nu ook. Dit heb jij zelf gemaakt? Ja, die taart verloot ik vandaag. Wauw. Ja. Dus... En hoe ben je hier zo opgekomen? Want dit is wel heel anders dan dat. Ja, eigenlijk van jongs af aan vind ik bakken al heel erg leuk. En mama die heeft me altijd meegenomen in de keuken. En dan stond ik op een klein krukje te bakken. En dat creatief heb ik ook van mama. Die maakt dan heel iets anders. Maar het is ook allemaal wel zelf gemaakt natuurlijk. Dus, ja. Jolanda, ik heb net met je dochters gesproken. En ik hoor heel veel vaak het woord mama. Mama doet dit, mama doet dat. Wat doet mama precies? Ik heb thuis een eigen schoonheidssalon waar ik in werkzaam ben. En daarnaast ook gewoon de hobby opgepakt. Eigenlijk een beetje mijn droom van het maken van tassen. En ja, van het een komt het ander. Ik ben begonnen met een basistas, maar van allerlei nieuwe technieken aangeleerd. Keersoufflé, de ouderwetse dokterstas, de beugeltas. En de mooie tas met de versteeuwing en het schuim. Met een meer klassiekere uitstraling. Ja, je zegt heel makkelijk, ik begon met zo'n tas. Ja, hallo, hoe begin je met zoiets? Ik doe een opleiding daarvoor. En elke keer heb je een bepaalde module. En dan maak je weer een project af. Ook de sneakers zijn bijvoorbeeld een project geweest. Zoals schoenmaker. Nou ja, het is allemaal handwerk en gewoon een enorme uitdaging. En ik word er heel erg blij van om daarmee bezig te zijn. Wat leuk. Wat leuk. Henk, ik heb een oplossing voor jou. Moet je even hier met de kamer om je even volgen? Vast lachen. Helemaal wat leuk. Dat is echt...